Een vrachtwagen met takel veroorzaakte woensdagochtend een ravage aan busstation Nijmegen. De wagen vervoerde reclameborden voor de Vierdaagse. De chauffeur schatte de hoogte van zijn wagen verkeerd in en ramde tegen de constructie van de informatieborden. De klap zorgde ervoor dat veel glasplaten sneuvelden. Er vielen geen gewonden. Het busstation blijft voorlopig afgesloten. De constructie is instabiel en zal deels moeten worden afgebroken. Het is te hopen dat het busstation vanaf dit weekend weer gebruikt kan worden, als vele duizenden bezoekers Nijmegen aandoen voor Vierdaagse en Vierdaagse feesten.